Stap 1, zeg yo what up gasten. Yo what up gasten. Stap 2, doe dat enthousiaster. Yo what up gasten. Stap 3, vertel waarom je zondag geen video hebt geüpload en maak je bij overbodig veel handgebaren. Afgelopen zondag had ik dus geen video geüpload, puur omdat ik druk was. Ik had net een toetsweek achter de rug. Stap 4, vertel over enthousiast waar deze video over gaat. Maar in ieder geval, dit is een vraag en antwoord video. Ik heb al jullie vragen via Twitter, Hives en YouTube gepakt. En ik heb ze allemaal beantwoord en dat gaan we nu naar kijken met z'n allen. Stap 5, begin de video met heel veel handgebaren en heel enthousiast gelul. Dus ja, ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Laten we vooral beginnen met de allereerste vraag. Een vraag via YouTube. Bardo, kan je jong leren? Kijk, dit is wel een leuke vraag. In groep 1 was ik 4 jaar oud. Dus ja, ik kon best wel jong leren. Nog een vraag via YouTube. Bardo, kan je freerunnen? Nee, ik niet. Maar Dennis wel. Ik hoop dat dit jouw vraag beantwoord heeft. Een huisvraag. Bardo, wil je please antwoorden? Oh, je wil een antwoord van mij? Maar natuurlijk doe ik dat. Niet. De enige reden waarom ik deze vraag heb gekozen is omdat er een leuke foto bij staat van mij en Pino. Yeah! Alweer een YouTube vraag. Bardo, kan je voetballen? Dan de volgende, waar is de Pokémon poster? Nou, de Pokémon, hè, Pokémon met een E, heb ik dus hier. En het valt me heel erg op dat iedereen hierover aan het bitchen was. Ik heb hem één keer niet hangen in een video en direct vergaat de hele wereld. Over Pokémon gesproken, iemand heeft van mij een Pokémon kaart gemaakt. En over Pokémon gesproken, ik ben achter iets heel raars gekomen. Als je bepaalde woorden weghaalt uit de zin en je zet er een Pokémon in, klinkt het heel vaag. Mag ik mijn Blastoise in jouw Ditto doen? Mag ik jouw Voltorps vasthouden? Mijn Pikachu gaat jouw Staryu kapot maken. Dat zijn wel genoeg voorbeelden. Hij hangt er weer. En dan een Twittervraag. Waarom haat je Justin Bieber zo erg? Poei, wat is het toch vandaag een mooie dag. Zou de post zijn. Huh, fanmail? Voor mij? Haha, grapje. Groetjes Justin Bieber. Pak hem morgen terug in mijn nieuwe video. Geen Bieber fever in deze video. Heeft iemand een flesje? Flesje naar zo. De volgende Twittervraag. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Al mijn inspiratie komt uit dit boekje. Dit boekje kan je kopen bij de Betere Kleuterwinkel. Ik sla hem gewoon open. De eerste mop. Sam had een bromfiets. Hij reed ermee tegen de boom en nu heeft hij een kromfiets. Volgende grap. Moet je niet naar bed? Nee, ik heb watervrees. Want ik heb een waterbed. Waarom eet je pleisters? Ik heb maagpijn. Ongelooflijk. Bardo, hoe zou je leven eruit zien zonder deze geweldige filmpjes? Kan je 100 euro bij elkaar halen in één video? 100 euro in één video, is dat wel mogelijk? 50 euro. Dennis? 100 euro. Als je woedend bent, op wie reageer jij het altijd af? Als ik echt boos ben, reageer ik het meestal op mijn buren. Om 4 uur 's ochtends. Wakker worden! Buren! Het is al 4 uur 's nachts, kom op! Wakker worden! Dat waren alle vragen voor vandaag. Vergeet mij niet te volgen op Twitter, dan ontvang je heel veel leuke berichten. Die zie je nu onderaan in beeld staan. En dan weet je ook altijd waar mijn nieuwe video's over gaan. Hoe leuk is dat? Word ook vrienden met mij op Hives, dan ontvang je zoveel toffe foto's. Wauw, deze is leuk. Oh nee, oh die is ook vet. Oh ja, oh nee, deze. Oh leuk, ja. Oké. Alle linkjes staan in de beschrijving hier beneden en ik wijs keihard naar mijn lul. Abonneer ook op mij, kan je hierboven doen. En deel deze video met al je vrienden. We gaan even wachten dat jij hem goed kan delen. Want ik wil niet dat jij iemand zou missen of zo tijdens het delen van deze video. Het zou kut zijn. Ja? Met iedereen gedeeld? Ja? Echt waar? Niet liegen? Oké, dan gaan we door. Ik moest nog iets zeggen, maar ik ben het vergeten. En aangezien ik het vergeten ben, doen we dit maar. Oh shit, ah. Er kwam een druppel op mijn hand. Ik weet zo zeker dat er iets was. Nee, dat was het niet. Ah.
Was dit hem? Nee. Ik heb altijd deze zinloze dingen in mijn kamer. Oh ja, Next Up. Stem ook op mij voor Next Up. Ga naar youtube.com/nextup. Ook linkje in de beschrijving. En ga dan naar mijn video en klik op het groene duimpje. Je kan het jezelf makkelijker maken door eerst bij landen te klikken op Nederland. Doe dat of ik sla je met de knuppel. Ah, oh, die is nat. Dat was totaal niet fout. Voordat ik mijn hand op de camera ga leggen, zie je zometeen allemaal video's in beeld. Daar kan je allemaal op klikken. Je kan stemmen voor mij op Next Up. Onderaan in de beschrijving zie je mijn Twitter en mijn Hive staan. Laat je reactie hier beneden met de vraag erin achter. Hele slechte zin. Abonneer op mijn kanaal hierboven. Groen duimpje. En doe dit allemaal, want dan word je ridder van Koning Woolly Woolly. Mijn gasten, klik lekker door. En ik check jullie later. Bye.